Yo mensen, wat goed dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Kelvin Boema en vandaag gaan we het hebben over botox. Kijk, het is natuurlijk niets nieuws dat er mensen in onze omgeving en ook YouTubers en zo botox gebruiken of iets laten verbouwen aan hun gezicht waarvan je denkt, hey, waarom zou je dat doen? Waarom doe je dat? En op een of andere manier hebben heel veel mensen er een mening over en dat je het wel mag doen en dat je het niet mag doen en dat je een voorbeeldfunctie hebt en weet ik wat allemaal. Terwijl ik bij mezelf denk, waarom boeit het ons überhaupt? Waarom maakt het mij uit hoe iemand anders zijn leven leidt? Als je nou getrouwd bent met iemand en die doet iets, oké, weet je, dan heb je misschien recht van spreken om te zeggen, hey, lieve schat, leuk dat we al 15 jaar getrouwd zijn, maar het feit dat je nu elke dag iemand aan het vermoorden bent, vind ik niet heel gepast. Dus zou je daarmee willen stoppen? Als je zo'n verhouding hebt met elkaar, dan snap ik dat je zeg maar van elkaar iets zegt. Maar als iemand online op het internet, of het nou een vlogger is of een blogger of een YouTuber of wat dan ook, iets laat doen aan zijn of haar gezicht, dan moet die persoon dat zelf weten. Vind ik persoonlijk. I have spoken! Nee, niet weg dat ik nou niet aanspoor of aanraad om het te doen. Mensen, weet je, wees alsjeblieft gewoon gelukkig met hoe je eruit ziet. Wees gelukkig met hoe je bent, wie je bent, schoonheid zit van binnen. Maar alsnog, als jij van jezelf overtuigt, en dat is het mooie aan de maatschappij, dat we gewoon zelf onze eigen keuzes mogen maken, dat we zelf keuzevrijheid hebben. Als jij voor jezelf bepaalt dat je dat wil doen, overweeg het. Weet je, overweeg het een paar keer. Doe het niet in één keer out of nowhere, maar doe het gewoon lekker rustig aan. Gewoon chill. En als je er geen zin in hebt, of als het nog nooit in is opgekomen en je hebt zoiets van, ja, ik vind het belachelijk en ik wil het niet doen, dan doe je het lekker niet. Dat is het hele ding met maatschappij. Dat is gewoon het hele ding van het brein. Van ja, hé, ik ben een mens. Ik mag kiezen wat ik wil. Dus daarom doe ik het. Maar ik ga niet in deze hele video praten over waarom je wel of niet zulke dingen zou doen, want dat zou een beetje saai zijn. Maar wat ik heb bedacht is super leuk. Ik heb hier echt pakken veel zin in. Ik heb een goede vriend van mij, Stuart. Yo, what up? Shout out naar jou, man. Ik hou van je. Lekker bezig, broer. Die heeft een aantal YouTubers gepakt, een aantal bloggers zeg maar. En die heeft hun gefotoshopt alsof ze botox hebben gebruikt. Ze hebben het zeg maar overal. Ik heb tegen hem gezegd, doe lekker extreem, doe lekker overdreven. Dan ben ik benieuwd of ik kan raden wie het is. Ik denk wel dat het kan, maar ik ben benieuwd. Het leek me gewoon grappig. Dus mensen, geef deze video vast een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Zijn jullie klaar voor foto's van YouTubers alsof ze botox hebben gebruikt? Let's go. De eerste foto. Hey man, let's go man. Bang, bang, Boef man. Nou, het is natuurlijk overduidelijk wie dit is. Dit is onze grote vriend Boef. Boef, dikke shout-out naar je laatste album man. Slaap tekort. Lekker bezig man. Nou, dit is natuurlijk overduidelijk Boef. Ik vind hem er nog best wel prima uitzien. Hij heeft gewoon zeg maar vet grote ogen. Dat gevoel heb ik. Ik ben wel benieuwd hoe hij er normaal gesproken uitziet dan. Het is zo fucking weird. Als je eerst deze foto bekijkt en dan vervolgens die andere, dan lijkt het echt alsof hij gewoon fucking kleine oogjes heeft. Eerst heb je de botox foto en nu die ander. En nu de botox video en nu die ander. Nu de botox foto en nu die ander. Het lijkt gewoon alsof zijn ogen gewoon kleiner. Ja, zijn ogen worden ook kleiner. Maar alleen ik ben het, dan kan het ook. Wow! Marije, what the fuck? Marije ziet uit als zo'n Japanse seksdol. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, die van Boef zag er niet uit. Dat is gewoon belachelijk. Boef was gewoon echt een volle retard. Maar Marije ziet er nog best wel prima uit. Al zeg ik het zelf. En Marije, dan zeg ik niet dat je er in het dagelijks leven niet mooi uitziet. Ik zou er wel een heel klein beetje bang van worden. Ik zou het best wel even schrikken als ik je zo zou zien. Maar dit is natuurlijk overduidelijk Marije. Het is wel grappig hoor, om te zien wat het verschil is, zeg maar. Marije, mocht je er nou ooit over nadenken om iets aan je gezicht te laten veranderen, dan is het niet automatisch meteen gewoon een ramp. Valt op zich. Maar ja, oké, gaan door. Yo! Dit is gewoon Gio met een dunner hoofd en zijn ogen gewoon op normale afstand van elkaar. Ik vind het echt fucking grappig. Ik wil echt een deel 2 maken hiervan, nu al. Ik ben nog niet eens ver en ik wil nu al een deel 2 maken. Ik vind het van Gio geen vooruitgang. Gio, ik vind je mooier zoals je nu bent. Ik zie nu pas eigenlijk dat Gio best wel gewoon... Ik zie, ja, Gio is best wel een mooie jongen. Gay! Misschien best wel een goede jongen. Misschien moet ik hem roasten. Wow! Sophie, what up met jou dan? Holy shit. Het is echt gewoon angstaanjagend. Ik word er echt bang van. Ik word er gewoon bang van. Fucking goed gedaan. Hey, Stuart, goede Photoshop skills. Echt tering goed. Maar ik vind het echt eng. Terwijl als je normaal gesproken deze foto aan iemand zou laten zien, dan zou het waarschijnlijk zeggen, oh, dat is gewoon een mens. Alleen ik weet hoe Sophie eruit ziet en dit is totally different. Kijk, dit is hoe ze er echt uitzien. En elke Photoshop is het hoofd van de YouTuber gewoon minder bol. Bij Gio was dat zo. Bij Marije was dat zo. Bij Sophie is dat zo. Ik heb ook een dikke kop. Wat is er met YouTubers met dikke hoofden? Is dat een ding of zo? Wow. Stefan, looking good. Ja, het is een beetje eng. Stefans modellenlevel gaat wel echt omhoog. Stefan zou hier echt letterlijk model kunnen zijn. Gewoon, hij heeft echt zo'n hoofd. Maar ja, heel eerlijk gezegd, Stefan, het is geen ramp. Het maakt je wel een beetje vrouwelijker. Dat vind ik, dat is dan wel, zeg maar, door de vorm van je hoofd en zeg maar je gladde huidje, lijk je bijna een beetje op een vrouwtje. Terwijl als je bijvoorbeeld de echte video kijkt, ben je wel gewoon kerel. Dat is gewoon een mannelijke kaaklijn, gewoon bam, jongen, lekker boer. Stefan, als ik jou was, zou ik het niet doen. Ik zou het niet doen. Holy shit, nee!
Dit is heftig. Dit is echt heel heftig. Het is alsof er gewoon een ander hoofd op zit. Ik word hier nou niet heel blij van, als ik eerlijk mag zijn. Nee, dit is niet goed. Oké, dit is dan mijn echte foto, weet je wel. Ik heb wel gewoon echt een bol hoofd. Ik heb echt een bol hoofd. In die vorige vond ik best wel nice dat ik gewoon even een beetje een slank kopje had. Gewoon strak, gewoon nice. Maar nee. In die Photoshop heb ik trouwens ook echt een fucking groot voorhoofd. Wow! Ik vind het zo fucking grappig. Jeroen, eerlijk, je ziet er echt niet uit. Het is echt verschrikkelijk. Ik zou je streng afraden om ooit naar de botox-kliniek te gaan. Dat zou ik niet doen. Nee, dit is een grote, grote teleurstelling. Oh! Oh! Oké! Nee! Dit kan ik niet tolereren. Dit is niet goed. Holy shit! Dit is erg, joh. Dit is heftig. Ik vind het echt heftig om te zien. Je ziet er gewoon echt niet uit. Alleen, je bent gewoon knap. Je hebt een goede kop. Je hebt een mooie kop. Maar dit, dat zou ik niet doen, nee. Ik vraag me af, hoeveel mensen als je dit gewoon laat zien, dat ze denken dat het gewoon een persoon is. Een mens. Hé, man, ik ben laatst gaan chillen met deze dude. Ken je hem? En dat ze zeggen, nee, maar het ziet er wel uit als een aardige jongen. Oh nee. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Armo, Robin, als je kijkt, gaan we niet doen, oké? Okay? Mocht je nou ooit over nadenken, niet voor jou bestemd. Het is zo realistisch. Nogmaals, dikke shout-out aan Sjoerd, man. Je hebt het echt fucking goed gedaan. Je hebt het echt fucking goed gedaan. Dit is zo fucking eng. Dit is eng as fuck, man. Nee. En zo gaat er nou niet echt, ook niet echt op. Het is gewoon eng. Het is, stel je voor dat elke persoon op de wereld dit zou doen. Dan zouden we allemaal echt van die perfecte modellen gezichtjes hebben. Gewoon... Ik kan het niet tolereren. En zo, ik zou het niet doen als ik jou was. Nee, stop. Niet doen. Niet eens aan denken. Oké, mensen, dat waren weer de foto's van Photoshop de YouTubers. De Botox editie. Mocht je nou nog meer YouTubers willen zien hoe ze eruit zien met Botox, laat het dan hieronder in de reacties weten. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hou van jullie. Geef nou een duimpje omhoog op deze video als je het tof vond. En abonneer op mijn kanaal. Mocht je mij nou willen ontmoeten met andere YouTubers, dan kan dat. Ga naar www.feed.nl. Het is bijna zover. 8 april. Let's go, mensen. Doei. Dag. Bedankt. Ik hou van jullie. Dikke peace. Dikke vette peace. En zijn knol met Botox. Bye. We'll be right back.